Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast deze keer is Joep. Punt. Joep van het Hek is al sinds begin jaren 70 cabaretier en hij maakte 10 oudejaarsconferences. En mijn impresario was al wat ouder en die zei, maar Joep, wat is hier leuk aan? Ik zei, ja, er is hier niks leuk aan. Het is alleen, ja, we zijn onderweg en we zijn een beetje balorig en we hebben ook wel eens in een restaurant met eten gegooid. Ik weet niet, we zijn jong en er gebeuren dingen. Zijn oudejaarsconferentie van dit jaar, 2020, is zijn 10e en ook laatste. En het was maar de vraag of die door kon gaan. Maar toen we dit gesprek opnamen, mochten er nog 30 personen per voorstelling aanwezig zijn. Ik heb dit gesprek gefilmd met 2 camera's, waarvan ik er maar liefst eentje ook daadwerkelijk heb aangezet. Gelukkig was dat die van Joep, dus dat betekent dat je mij wel hoort, maar niet ziet in deze aflevering. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Joep van het Hek. Als ik kijk op je site, dan staat er, op je 12e wist je dat je cabaretier wilde worden. Ja, achteraf. Achteraf, ja. Maar ja. Dat was, toen had ik het gevoel dat het mij dat wel leuk leek. Ja. En toen ben je op je 17e met NAR begonnen. Ja. Dus dat is 71 ongeveer, ja. Als ik snel reken. En dat ik mijn eerste voorstelletjes echt speelde, was 73. Oké. Want vooral de zin die ik daarna interessant vond, was dat er volgens mij vanaf 84 of 83, daar wil ik vanaf wezen, zaten de zalen vol. Ja. Dan heb je dus een hele periode daartussen. Ja, maar dat is je begint cabaretje. En in het begin zat mijn vrouw er ook nog in. En toen ging die liefde uit. Dus toen is mijn vrouw er ook weer uitgegaan. dus ik had dat groepje. En wat deed je dan? Dan speelde je... je speelde een keer voor een voetbalclub. En voor een veel buurthuis had je toen die cabaretjes deden. En je hebt dan een keer huur je Theater Pepijn. Zo ging het toen. Ja. En daar kwam echt publiek. Maar dan stond je weer daarna voor een studentenvereniging van 800 man. En dat was weer... Dan dacht je, ja, zie wel, het gaat wel. Ja. Dan speelde je weer in Klein Bellevue, waar niemand kwam. toen kwam op een gegeven moment een meneer van Fonogram kwam kijken. En er kwam eens een platenmaatschappij. Platenmaatschappij. Ja. En die, dus was je bloed en feus dat hij kwam. En toen kwam op een gegeven moment het telefoontje. We zouden met jou wel een langspeelplaat willen maken. Nou man, dat was natuurlijk al wat. Ja. Dus dan ging je echt wel even je ouders bellen en zeggen ze... Nou ja, dat was rond 79. Ja. Maar dat hielp toch allemaal niks. Het ging allemaal heel voorzichtig aan. En ik speelde in Klein Bellevue. En dan, ja, ik heb het al vaak verteld. We speelden als er meer in de zaal zaten dan er op toneel stonden. Dus bij 4 speelden we. Nou, dat was ook wat overdreven. Maar we speelden bij 20, bij 10. We probeerden altijd wel te spelen. En het werd wel zo dat steeds meer werd. Dus en toen kwam ik in 84 met dat lenen, lenen, betalen, betalen. Je bent veel rijker dan je denkt. Laat die welvaart nou niet aan je neus voorbij gaan. Kom nou, linlinkta. Zie je die auto? Dat is jouw auto, maar zie jij die auto? Dat wordt jouw auto als jij komt, Lien-Lien. Tata, Lien-Lien, tata, Lien-Lien, wat? Heb je nog geen stereo in je toilet? Kom maar, Lien-Lien, tata, wat? Heb je nog geen toilet in je stereo? Kom maar, Lien-Lien, tata, Lien-Lien, tata, Lien-Lien, tata. Maar toen ging het eigenlijk al goed, hoor. Toen had ik Klein Bellevue, zeg maar, al elke avond vol. En daar konden er 100 in. Dus dat had ik al vol. Maar toen kwam het lenen, lenen, betalen, betalen. Dat kwam op tv. Mm-hmm. En moet je voorstellen, dat was in die tijd... Er waren maar 2 netten. Ja. En dat was toen een
Die avond was een soort toestand tussen Gerard Reven en Boudewijn Buug. Ja, gewoon, die hadden ruzie. En dat werd uitgevochten bij de Alles is Anders show. En ik mocht daar toevallig een nummertje doen. Ja. En die avond waren er volgens mij iets van 4 of 5 miljoen kijkers. Er waren maar 2 netten. Ja, dan gaat het hard. Ja, en het was maandagavond, dus alle theaters waren dicht. En alles wat van theater hield, keek dus ook naar de. En vanaf de volgende ochtend om 9 uur was mijn hele tournee uitverkocht. En dat was voor mij totaal verbazingwekkend. Als jochie, ik was 30. En opeens. En toen ging het. En toen kwam in 85 de VARA vragen of ik oude jaar wilde doen. En dat durfde ik nog niet. Toen ben ik uiteindelijk, hebben ze in 86 een keer gevraagd, 87 een keer. En toen heb ik in 88 gezegd, oké, volgend jaar wil ik het doen. En toen heb ik het in 89 voor het eerst gedaan. Maar toen waren de zalen al vol. Ja. Toen liep het gewoon goed. Ja. Ja. Want in die periode tot aan lenen, lenen, betalen, betalen. Als je zegt, stonden heel veel in buurthuizen. Ook wel in de kleine zaal. De kleine zaal in Stadskanaal. Ja. En dat was bijna eigenlijk een omgebouwde kleedkamer of de foyer. En dat was. Ook ik heb daar zoveel geleerd. Dat waren volgens mij, terugdenkend, hele slechte voorstellingen. Ik denk niet dat ze heel goed waren. Maar waarom denk je dat ze niet goed waren? Op inhoud of op hoe jullie het deden? En op grapjes en op het maken van. Ik denk dat ik echt heel veel. Het zijn die uren, die dagen, die maanden. En als dan eenmaal het kwartje gevallen is en het publiek je heeft, dan kan je arrogant gaan lullen. Maar dat moet je absoluut niet doen. Nee. Is er een avond uit die periode die je bij is gebleven in die zin, daar je terug kan denken en denken, dat was echt een beste avond. Ik weet wel dat ik een keer gevraagd werd om ergens op de Veluwe een zaal te openen, een soort buurthuisachtig iets, was net gebouwd. En toen moest ik daar optreden met mijn groepje. En er zat de aannemer en de hele gemeente en de burgemeester. En ik begon mijn grapjes te vertellen. En zeg maar, de avond ervoor had ik voor een studentenvereniging gestaan. En die ging plat. En ik stond en het bleef doodstil. Mensen zaten me aan te kijken. Meneer, waar heeft u het over? En toen zei ik ook nog een keer, godverdomme, tussendoor. Toen viel dat helemaal verkeerd. En ik heb nog nooit. Ik was, bijna een kwartier eerder klaar dan een normale voorstelling. En na afloop zei ook een man, bedankt, tot ziens. En ik heb nog nooit zo'n kil. En ik weet ook nog dat het ging aan alle kanten niet. Gewoon niet. Gewoon niet. Het ging niet. En ik probeerde ook nog een beetje. Je hebt zo'n tekening van Peter van Straten waar je een cabaretier ziet staan. Daar heeft hij volgens mij een beetje set gelijk. Maar dan zie je een hele zagrijnige zaal. En onder ons zat, u lacht nu wel. Er lachte echt niemand die avond. Ja. 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 En als je zegt, ik heb heel veel toen geleerd. Want nu sta je natuurlijk ook weer in zalen met 30 man. En niet de volle zalen waar je normaal in staat. Zijn er dingen die je toen geleerd hebt waar je nu. Nou, het enige wat ik altijd geleerd heb, is dat was vanaf 1979, toen kwam Joop Koopman bij mij erbij. Dat was de van de muziek, hè? Nee, was mijn impresario. Sorry, ja. En die ging ook zich een beetje mee bemoeien in de kleedkamer. En die zei steeds vaak, als hij voorstelling zag zitten, dat was hartstikke leuk. Alleen die ene grap begreep ik niet. Zeg, hoezo niet? Ja, wat bedoel je daarmee? Zeg, dat slaat op. Den Uyl, die toen premier was. Mm-hmm. Zegt hij, ja, maar dat zeg je niet. Nee, maar dat snap je toch wel? Nee, dat snap ik niet. Hij was heel erg, en daar leerde ik heel veel van. Hij zegt, nee, want jij gaat er maar vanuit dat iedereen dat heeft gelezen. En daarom heb ik enorm veel geleerd van de oude Wim Kan. Die dus in 83 overleden is. Maar die als echt goede redactie. Dat moet altijd bij als je grappen aan een groot publiek vertelt. Mm-hmm. Je moet een goede redactie hebben. Dat is ook wat ik ontzettend waardeer als mensen goede redactie hebben. Wie dat bijvoorbeeld doet is Arjen Lubach. Vind ik echt heel goed qua wat hij wil vertellen, vertelt hij ook. En wij kijkers snappen het in één keer. En de grappen zijn goed, maar het is leuk gedaan. En het is, maar het is je moet helder. Je moet, en dat heb ik ontzettend van Joop Koopman, wat ik als jongetje niet zo goed snapte. Jij gaat er staan. Er zit 700 man in die zaal.
die jouw gedachten moet je... Dus je moet... Nou, en dan heb ik niet het langzame tempo van Wim Kan. Wim Kan was heel langzaam. Wim Kan zei dan, nou ja, van acht. Ja, dan zie ik die van acht. Nou, dan was die hele zaal al klaar dat er iets over van acht kwam. Precies. En ik was heel snel van, nou ja, ik ben niet de minister-president. En dan ging het wel over van acht, maar dan had ik dat helemaal, begrijp je? Dus dat is eigenlijk wat ik geleerd heb eigenlijk in die jaren. En zo'n zaal als in de Veluwe, waar het gewoon helemaal niet ging? Ja, doodstil. Ja, daar zijn we ook weggegaan en hebben we na afloop ook eigenlijk ook weer keihard gelachen zelf. We zijn volgens mij ergens naar een plaatsje Chinees ingegaan en zijn wat gaan eten. En, maar het hoort ook een beetje bij de baldadige, ik ben nu 66 en ik kijk nu heel anders terug. Maar dat waren gewoon de baldadige jaren. Dat was gewoon, we waren ook, weet ik veel, kwamen weer terug in Amsterdam en gingen de kroeg in en gingen zitten. En we hadden ergens op de Veluwe een of andere treurige zaal geopend. En we zaten echt, SGP, GPV. Die mensen hadden ook de totaal verkeerde groep uitgenodigd. Ja. Ja, volgens mij is er later ook nog iemand in die gemeente ook om ontslagen. Want die vond het wel leuk dat ik kwam. Ja, dat is natuurlijk met dat soort gelegenheden vaak het probleem. Dat degene die het beslist, die denkt, oh leuk, we doen cabaret of we doen nar of we doen... Nou ja, dat is later dat ik zo fel altijd ben geweest op geen groepen. Dat er bleek later een keer, heel veel jaren later, dat ik in Utrecht speelde. En er was een soort traditie dat de gemeente Utrecht, de ambtenaren, mochten altijd naar de eerste voorstelling rond januari. En ik speelde en wij hadden gezegd, dat is goed. En mijn zusje zat toevallig die avond in de zaal. De voorstelling ging goed, het was uitverkocht en zo. Tot ze opeens een mevrouw achter haar, die al de hele tijd zo zat. En die zegt opeens, midden in mijn voorstelling, tegen haar buurvrouw, Annie. We zitten met de hele afdeling op één rij. En dat publiek wil je dus niet hebben. Dat hoorde ik later van mijn zus, ik heb het niet gehoord. Maar dat is dus, maar dat wil je dus ook niet, helemaal niet hebben. Ik wil dus echt dat mensen met z'n tweeën, die willen naar Joep van het Hek. En ik wil heel veel mensen die niet naar Joep van het Hek willen, die moeten niet komen. Nee. En dat is een grote groep. Die groep wordt ook trouwens steeds groter. Dat is ook niet erg. Maar dat is ook helemaal niet erg. Maar kom maar niet. Het is leuker om met die club te zitten die het wel leuk vinden. Dat geldt voor iedere cabaretier natuurlijk. Ja. Maar kan je uitleggen aan iemand die niet speelt wat het met een zaal of wat het met de reactie in een zaal doet als je zo'n groep hebt zitten? Nou ja, het is vaak dat het zijn mensen die niet geïnteresseerd zijn in de artiest die speelt. Het is het bedrijfsuitje of het is iets dat. Dan op een gegeven moment noem ik op toneel Theo. En dan zit er ongetwijfeld een Theo in de groep. Hey, Theo, gaat over jou. Dat heb ik ook al een keer meegemaakt. Ik heb in Den Haag een keer gedaan. Toen zei ik, oké, is prima, laat maar binnenkomen. Is goed, we doen een groep. Oké, dat was door een miscommunicatie tussen mij of tussen mijn impresariaat en diligentia. Er zat een grote groep in de zaal. En toen was het pauze. En daarna zouden we weer beginnen. En het begon niet. Ik zei, waarom beginnen we niet? Ja, ze blijven daar staan drinken. Ze staan te drinken. En niet omdat ze geen reet aanvonden dat ze niet meer terug wilden. Nee, maar ze stonden lekker te lullen en met een drankje. En nou, Henk, hoe is het met jou? En nou, en op een gegeven moment is echt groot. Simon is die van, dames en heren, we gaan beginnen. Die bel die was een paar keer gegaan. Ja, we komen eraan. En toen zat ze ook nog gewoon 300 man gewoon publiek. Dus die groep van 200, die bleef gewoon... het is raar. Groepsgedrag is raar. En daarom heb ik op een gegeven moment gezegd, ik wil het gewoon niet. Gewoon niet. Nee. En het was natuurlijk luxe, omdat ik het me kon permitteren. Dat ook wel. Ja, als ik een groep aangeboden krijg van 200 man, denk ik, nou, dat zit lekker vol. Ja, tuurlijk. Maar, en in de beginjaren heb ik dat ook met beide handen aangenomen. Alleen later, ik heb ook eens een keer in de kleine komedie, toen, dat was heel slim gedaan, toen had het Leidse studentenkoor Minerva, die hadden alle kaarten. En hoe ze dat gedaan hadden, weet ik niet. Ik speel daar een avond. En die hebben een of ander jaarlijks feestje. En dan zijn ze allemaal in het wit. Dat heet dan weet ik veel. En toen gingen ze van tevoren allemaal even een Joep van het Hek toe. En ik kwam, het doek ging open. Of het doek was open. Ik kom oplopen. En ik kijk gewoon tegen 500 koorballen aan. Met ook dat soort vrouwen. En
Ja, het werd ook wel weer lachen. Maar dat ik ook dacht... En ze waren ook allemaal lollig. Dus deels zat in korte broek met van die hockeykousen. En op de eerste rij met hun poten zo op toneel. En ik ja, het was bijna... En dan is het bijna niet te hanteren. Want je krijgt bijna... Je zat opeens... Het is een enorm machtsblok ook. Ja, en het is ook helemaal niet... Je kan helemaal niet een onafhankelijk cabaretje landen. Mijn cabaretje gaat over Nederland. Gaat over wat er aan de hand is. Ja. En ja, ik vind het veel leuker om gewoon mensen 2-2 of 4-4. Ja. Niet altijd, maar ja, mensen gewoon een beetje komen. Ja. Maar jij bent ook wel iemand die makkelijk daar wat van ja, zegt. Dat of ook mee wel. Doet op het nee, podium. Maar dat kan ik ook wel. Maar ik heb geen zin om daar de hele avond mee bezig te zijn. Nee. Dus toen bij die koorballen, dan ging er opeens één pissen. En er ging er nog eens één pissen. En er ging er één, bijna Jiske, ga even bier halen. En die ging dan bier halen. Serieus? Ja. En ja, ik weet nog, een vriend van mij zat die avond in de zaal. En die wist ook niet wat hem over... Die wist van niks. En die zat in de zaal. En die zaal liep vol met koorballen. En ze hadden ze op een hele slimme manier. Ze hadden de kaarten per 4. En dan met een hele grote club. Ja. Hadden ze die tegelijk besteld. Dus ze waren naar Amsterdam gekomen om die te bestellen. Dat ook goed. Het is ook alweer zo'n avond die voorbij gevlogen is. Maar het was ook niet leuk. Maar ja, zij hadden een topavond. En daarna gingen ze allemaal gewoon met de trein naar Leiden. En dan gingen ze gewoon tot 4 dagen doorzuipen en neuken. Ja. En alles wat erbij hoort. Dat is wat te doen. Wat mij doet denken aan een verhaal wat me laatst verteld werd door Jasper van Kuik. Die zei, ja, ik heb ooit gehoord dat Joep van het Hek in Groningen speelde. Er zat een groep studenten op het balkon of weet ik waar. In ieder geval, die konden het slecht zien. En naar verluid heb jij in een snackbar ben je die lui tegengekomen en heb je een deel van je programma alsnog gespeeld in een snackbar? Nee. Dat is anders. Het verhaal is anders gegaan. Okay. Het verhaal is, ik speelde Hondenpartijs. Ja. En het was steen koud in de stad. En ik had gespeeld. Het was allemaal hartstikke leuk. En ik sliep in het Doelenhotel. Dat ligt aan de Grote Markt. En daar op de hoek heb je de VEBO. En de VEBO is alle studenten die staan daar s'nachts zich vol te plamuren met kroketten en bitterballen en frikadellen. Ja. En ik moet zeggen, ik had eerlijk wat gedronken. Dat moet er ook bij. En we waren met een grote club en ik loop zo in mijn jas naar het hotel. En het was 3:30. En toen zegt de gozer, hey Joep. Ik zei, ja, man, lul, ik kan nooit een kaartje krijgen, klootzak. Nou goed, zo'n student. En ze waren met een groepje van een man of 20, denk ik. Ik zei, nou, dat doe ik hem toch. En toen heb ik, Hondenpartijs, ben ik in mijn jas gaan spelen. En daar kwam bij elkaar achteraf, zeg maar, 80 man. Op een gegeven moment stond er 80 man om me heen. En ik heb de hele eerste helft heb ik gespeeld. Ook liggend op de grond, in die kou, heb ik helemaal gespeeld. En daarna... zei ik voor de grap, jongens, pauze. En toen ben ik het hotel ingegaan. En toen hebben ze, echt bijna 20 minuten onder mijn raam staan zingen, flappy en staan klappen enzovoort. Maar nou komt het. Dat tot zover, ik ben toen gaan slapen en klaar. Goed, ik heb daar dus een uur gespeeld. En daar was, als ik eerlijk ben, 60 tot 80 mensen waren daarbij. Ja. En ik heb er nu, we hebben het nu over 1987 dat gebeurd is. Ik ben er inmiddels denk ik 7000 tegengekomen die daarbij geweest zijn. Ja, nee, ik weet het nog. Ik stond erbij. Iedereen is daarbij geweest. Zijn dat dezelfde mensen die ook bij Prins in Paradiso waren? Die bij Prins in Paradiso waren. Die het Maagdenhuis mee bezet hebben. Die bij Ajax, ADO waren. Toen Cruijff die goal over Tonti maakte. Dat is altijd wat ik in mijn vraag. Waar zat je toen bij in het stadion? Zat je aan de Diemenzijde of zat je aan de Stadzijde? Zegt iemand, ik zat aan... Qua tv klopt dat ook wel. Zegt hij, ik zat aan de Stadzijde. Hij kwam aan mijn kant. Ja. Ik zeg, maar hij was in het Zuiderpark in Den Haag. Het was een uitwedstrijd. Zie je mensen die zich over de tyfus schrikken. Maar dat zijn altijd, heb ik ook al heel veel weddenschappen meegewonnen. Maar het is altijd, er zijn veel meer mensen bij geweest. Maar het was een totale groepje van 50, 60 mensen. En het was heel erg grappig. En het was heel erg laat. En ik had een slok op. En het publiek had ook een slok op. En het was heel erg koud. Het was totaal waanzin dat ik dat deed. Ja. Maar ja, in 70 was ik 33. Ja, dan doe je dat. Ja, ja. Niks aan de hand. Want heb jij überhaupt verder ook buiten optredens
gedaan? Ja, ik heb in de stromende regen in Heeswijk-Dinter, dat is dat prachtige natuurtheater De Kerstsauwen. Elke keer als ik daar speel, begint het te zeiken van de regen. Maar, en dan word ik even arrogant, altijd blijven 1200 man zitten onder paraplu's. En de paraplu's zijn vaak niet getolereerd, want dan kan de buurman achter je het niet meer zien. Vaak in een soort poncho zitten mensen allemaal zo. En ik heb echt een paar keer daar vette pech gehad, maar met ongelooflijk veel plezier gespeeld. Ook dus op hele warme dagen dat iedereen gek werd van de muggen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb natuurlijk in Caprera, in Bloemendaal, ja. Is dat een prachtig theater om te spelen. Maar daar heb ik pas 2 jaar geleden voor het eerst gespeeld. Okay. Maar dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, nog een paar openlucht. Maar... Ja, maar dat zijn natuurlijk ook gewoon echt openlucht theaters. Die zijn erop ingericht. Ja. Die hebben ook gewoon een tribune, zeg maar. Er is licht, er is techniek, geluid, alles. Heb je in je begintijd ook, oneerbiedig gezegd, de braderieën of de kermis of dat, nou, soort dat heb ik niet onzalige plekken? Nee, maar dan moet je ook echt... Wil je daar komen, moet je ook een soort naam hebben. René Vroger of zo heette. Dat je, nou ja, dat ben ook publiekstrekker. En ik was echt een cabaretje. Ik was een onbekend cabaretje. En zoals dat nu ook is, ik wist ook alles van alle cabaretjes. Ik wist precies wie waar speelde en wie het met wie deed en waarom en hoe. En wij kwamen eigenlijk achter de hoos. Ivo de Wijs, Donkey Shocking, dat waren toen de groepen. En wij, en ik was toen, die waren toen allemaal 30. Tussen de 30 en de 40. Die zijn nu tussen de 70 en de 80. En ik kwam daar achteraan vissen met Herman Vinkers. Wij waren die generatie. Brigitte Kaandorp. Nu allemaal gerespecteerde oudere mensen. Ja. Ja. Wat ik me ook voor kan stellen is, nou ja, bijvoorbeeld zo'n zaal op de Veluwe. Of überhaupt... Waar dan ook in Nederland, waar een sterk gelovige gemeenschap zit. Zijn er wel eens mensen ook gewoon tijdens een show boos weggelopen of opgestaan? Ja, ik denk het wel. Of wat wij... Ik had toch altijd pauze vroeger. En dat ze in de pauze niet meer terugkwamen of zo. Ik zag vaak wel wat lege plekken. Maar later, weet je, toen ik eenmaal op tv kwam... dan wist iedereen wel welk vlees je in de kuip hadden. Dus iedereen wist wel... die naar me toe ging, hoe grof of hoe ik ongeveer was. Ja. En verbaasde mensen niet meer. Maar ik heb wel eens mensen gehoord... die hadden al hun buurman meegenomen of zo. En die buurman die zei echt in de rust... ik ben weg, dit kan ik niet aan. En mijn God zeker niet. Ja, ja. Maar geen mensen die echt gewoon kwaad... de zaal uitstormen. Nee, ik heb wel het vreemdste wat ik ooit heb meegemaakt... Maar toen was ik al echt al veel verder. Maar dat is ongeveer 20 jaar geleden. Toen was ik al overal hartstikke vol en weet ik veel. En ik speelde in Hogeveen. En ik ben aan het spelen. Ik ben gewoon geconcentreerd. En er wordt veel gelachen en het gaat goed. En opeens wordt er geroepen... Joep, 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 Joep. En ik kijk naar boven en daar rechtsboven op het balkon. En bloedserieus zegt de mevrouw... Joep, kan je even ophouden? Want... wij zitten hier en wij kunnen het niet zo goed zien. Maar wij zien nu dat daar beneden op rij 3 zijn 4 plaatsen vrij. En dan zouden we daar graag willen gaan zitten. En die hele zaal, niemand kon het geloven dat het er niet bij hoorde. Maar het hoorde er inderdaad niet bij. En nou ja, ik ging daar uiteraard lang en breed op in. En toen hoorde ik later... Toen werd me verteld hoe dat zat. Er was een, ook nog wel mooi, was een man en die was gescheiden. En dit was zijn nieuwe vriendin. En dit was het eerste avondje dat de kinderen, de 2 kinderen waren met z'n vieren, dat die kennis maakten met die nieuwe vriendin. En die nieuwe vriendin was ook een beetje zenuwachtig. En die was zelf nog nooit in een theater geweest. En die dacht dat gewoon kon. Dat je in gewoon na 20 minuten gewoon midden door een show met... hoeveel mensen zitten daar? 800. Joep, Joep. Ja, maar daar heb je gezien. Daar zijn 4 plaatsen vrij. Mooi mee. En ik denk niet dat huwelijk verder lang geduurd heeft. Ik denk niet dat die man heel lang met die vrouw is doorgaan. Tenminste, vermoed ik. En die kinderen zeker niet. Maar het was wel heel grappig, ja. Ja, ja. Hoi, Wouter hier. Super tof dat je luistert naar Elektra hier op YouTube. Als dit de eerste keer is dat je luistert,
Weet dan dat er nog meer dan 50 afleveringen al voor je klaarstaan en dat er elke week een nieuwe bij komt. Vergeet dus niet om te abonneren, zodat je op de hoogte blijft. Vind je dit een leuke podcast? Deel dan een linkje met vrienden via social media. Of ga naar Apple Podcast en laat een review achter. Wil je de podcast financieel steunen, zodat ik elke week afleveringen kan blijven maken? Ga dan naar petje.af/elektrapodcast. Dan word je crewmember van het virtuele jongerencentrum Elektra en krijg je ook nog eens allerlei voordelen. Oké, snel terug naar Joep. Wat heb je al dingen in je show gehad waarvan mensen dachten, oh, dat het lijkt spontaan, maar het hoort er gewoon bij? Ik kan me show herinneren. Het rijbewijs. Het rijbewijs, inderdaad. Nou, ik had toen een soort grap dat je op een gegeven moment zo veel hebt, want iedereen heeft veel te veel. En dat ik zei van, kom je op een verjaardag? En zeg ik, neem wat mee. Maar dat bedoelde ik, neem iets mee uit mijn huis. Ontspullen. Ja. Neem, ik heb zoveel man. Al die niet gelezen boeken, al die nooit gedraaide platen. Al die, neem mee. Dat zat ik te vertellen. En toen zat daar in de grap, noem iets en ik heb het. En dan werd er vaak geroepen, Flappy. Dat werd geroepen, die heb ik niet. Haar werd er geroepen en dan deed ik altijd mijn borsthaar liet ik zien. Maar ook wel eens liet ik mijn schaamhaar zien. Ik deed ook wel eens nog zalen, mijn broek naar beneden. En ging dan daar weer op in dat het verder niet zoveel was wat er zat. Goed ook. En toen was ik net mijn rijbewijs kwijt. Dat had in alle kranten gestaan. Ik had ook als een beest was ik Vlissingen uitgereden. En daar had ik ik was een half jaar mijn rijbewijs kwijt. En toen riep een gozer rijbewijs. En daar kon ik op reageren. Maar toen, de avond erop, riep er weer een man rijbewijs. Want wat gebeurde, die studenten die kwamen in de kroeg. Die zeiden, als hij wat roept, moet je gewoon roepen rijbewijs. Roep dat maar. Dus dat rijbewijs werd heel vaak geroepen. Maar er was niks. Vaak dachten mensen, dat is gewoon een afspraak. Want gisteravond is er ook rijbewijs geroepen. Maar er was geen afspraak. Als ook niemand iets riep, had ik iets anders. Er zat geen. Ik had niet een technicus of iemand die dat riep. Niets. Nee. Het was gewoon. Ik liet het van het spontane moment afhangen. En dat gebeurde altijd wel. En nou, 8 van de 10 keer werd de rijbewijs geroepen. Dus ik had daar wel op een redelijke. Ja, precies. Impuls. Want waar het in verder gaat. Ja. Klinkt zodanig dat je denkt, ja, dit moet wel opzet zijn. Ja, en dan na de pauze zat er een grap dat die man zou roepen. En dat was dan een man die heel. Ja, een vrouw. Ik zat met een vrouw in een vliegtuig. En die vertelde mij dat ze al heel lang heel erg vreemd ging. En, maar dat wist haar man niet. Maar ze zei toevallig, ik kom binnenkort. Naar de voorstelling. En dan zeg ik, nou, zal ik het hem dan vertellen? En je herkent hem, want hij roept altijd iets door je voorstelling. Nou goed, zoiets. Dat was een grapje. Oh, te gek. Want eentje waar ik ook aan dacht, waarvan ik altijd heb gedacht, dat kan haast niet, maar waar ik wel benieuwd ben. Jij het je kan herinneren, mijn ouders hebben me ooit meegenomen om jou te zien in Carré. Ik denk dat een van de eerste keren was dat ik in Carré was. Ik zal 14 zijn geweest of zo, dus ergens begin eerste helft jaren 90. En ik kan me herinneren dat er dat je op een gegeven moment doorkreeg dat iemand op de eerste rij zat met zo'n ouderwetse cassette recorder. Die nam het op. Dat kan ik me nog herinneren, ja. En heb ik die afgepakt of heb ik iets over gezegd? Ik heb er wel iets over gezegd. Ja, afgepakt, zeker wat over gezegd en helemaal aan het einde van de voorstelling wel of niet meer teruggegeven. Dat kan ik niet meer. Ja, maar gewoon waarschijnlijk wel het bandje helemaal vernietigd. Eruit getrokken. Ja, dat gebeurde veel. Ik heb nu ook mensen die het opnemen. Maar toen waren we nog jong, hè. Ik was ooit gewoon 30. En toen speelde ik in, volgens mij, de Kleine Comedie ook in 1984. Vol. En toen zat er een man op de tweede rij te fotograferen, maar met flits. En dat ging maar door en dat ging maar door. En toen had ik hem op een gegeven moment zal ik een foto van jou maken. Die had ik zo de coulissen ingegooid. Daarmee klaar. En toen een tijdje later, volgens mij speelde ik in Zwolle, in Odeon. En dan gebeurde het weer. Er stond weer een man te fotograferen. En toen zei ik, geef mij je toestel eens. Dat gooide ik ook weer in de coulissen. En Simon staat er altijd, die ving het op. En ik ging door en aan het eind gaf ik hem zijn toestel terug. Maar ik wist niet wat er gebeurd was. Wat bleek nou? Dat mijn club, dus de techniek, de muziek, een mannetje of 7, die hadden
Ja, die waren er ook een beetje klaar mee met dat geouwehoer met die fototoestellen. En die hadden allemaal hun broek naar beneden gedaan en één voor één hun lul gefotografeerd. Maar gewoon uit een soort balorigheid, baldadigheid. Zoveel jaar, weet je, je bent al zo'n seizoen met dat programma onderweg. Maar dat, tot zover is het verhaal klaar. Maar die mevrouw die dat dus deed, dat was er in de tijd dat wij de filmpjes gingen laten ontwikkelen bij de HEMA of waar dan ook. Of daar, die ging dus in Ommen of daar in de buurt of in Heino, ging ze naar de plaatselijke winkel. En die haalt dus dat op en die ziet gewoon zeven blote lullen van mijn groep. En dacht ook dat mijn lul er nog in de pauze bij gezet was, maar die was er niet bij. En toen is die mevrouw zo ongelooflijk boos geworden. Die heeft zo'n verschrikkelijke brief gestuurd naar mijn impresariaat. En mijn impresario was al wat ouder. En die zei, maar Joep, wat is hier leuk aan? Ik zei, ja, er is hier niks leuk aan. Het is alleen, ja, we zijn onderweg. En we zijn een beetje balorig. En we hebben ook wel eens in een restaurant met eten gegooid. Ik weet niet, we zijn jong en er gebeuren dingen. En ja, maar die mevrouw had dus ja, daar in die winkel gestaan. En die even kijken of ze allemaal gelukkig zijn. Ja, dat deed je? En die had gewoon negen lullen. Ja, ik vind het altijd nog wel grappig. Maar nu is elke foto je maakt is meteen klaar. Dus dat is jammer. Ja, ja. Oh, wauw. Goed verhaal. Ik denk dat er nu ook 7000 mensen rondlopen die zeggen, nou, ik heb ooit nog een fotorolletje gehad. Bij de hele kroeg van Joep. Ik heb de van Joep nog boven mijn bed hangen. Ben je ook wel eens op het podium je controle of je beheersing verloren als er dingen in de zaal gebeuren? Je hebt natuurlijk ook mensen die er gewoon doorheen zitten en doorheen blijven gaan. Ik heb altijd op toneel heb ik altijd goede. Ik heb het altijd goed in de gaten. Ik ben heel goed. Er gaat bij mij geen milligram alcohol in voor ik speel. Ik ben altijd heel geconcentreerd. Mijn hele club eromheen. Ook dat. Ik heb alleen nu wel een paar keer dat ik dus vlak voor mijn hartoperatie ben ik twee keer echt letterlijk door mijn hoeven gezakt. Toen ging het niet meer. En toen ben ik, en dat is heel raar, dat je staat op te treden en opeens begint gewoon die zaal die begint te draaien en die begint te kantelen en het wordt zwart. En dat heb ik de laatste keer ook nog een keer 1 november vorig jaar in Rotterdam gehad voor een uitverkocht Luxor. En toen in de coulissen ging ik echt tegen de grond. Ik dacht, ik moet nu gaan zitten. Als ik niet ga zitten, dan val ik flauw. En dat bleek later iets heel onschuldigs, iets met een verkeerde medicijnen te zijn. Maar wat er gebeurde was, dat mijn voeten, hoorde ik later van een vriendin van mij die in de zaal zat, die bleven wel, dus de zaal, mensen verlieten het theater. En toen bleef alleen die voeten van mij, die zag je nog liggen. Want, en voor de rest was er een dokter, die was bezig om mij weer bij te brengen. Het ging allemaal wel mee. Ik ben niet helemaal weg geweest. Maar het is heel luguber het aardige, beeld. Ja, luguber beeld. Maar het aardige daarvan is dat later is, 4 weken later is die voorstelling ingehaald. En ik durf te zeggen dat die legendarisch was. Dat die met die zaal, iedereen was erbij geweest. En er is, ja, ik kan niet uitleggen, maar dat hij zo gelachen die avond. Ja, ja, ja. En ja, ik zit even te denken. Dit is ook een bijzonder ding, maar is dat nu natuurlijk weer voor noodgedwongen voor kleine zalen? Ja. Is het nu voor jou anders om voor 30 man te spelen dan nou, in nu, de beginperiode toen je misschien ook ja, voor 30 ja, man stond? Ja, ik ben echt te verwend. Ik ben te verwend met altijd vol. En dus ik moet er wel weer inkomen. Maar wat nu ook raar is, en dat is dat al die mensen ook nog 1,5 meter uit elkaar zitten. Ja. Dus het zijn nu ook altijd, als je zaal kijkt, zijn ook allemaal echtparen, setjes. Dus als je normaal tegen een vol carré zegt dat mensen al 3 jaar niet geneukt hebben, dan zit jij gewoon met je vriendin of met je partner, moet ik zeggen, excuus, partner en vrouw. En dat is prima, maar dan is het gewoon, zeg je, tegen een grote zaal. En dat, boem. Maar nu zitten echt mensen bijna schichtig naar elkaar te kijken en het tocht ook een beetje tussen al die stoelen. Het is een beetje, het is niet. Het is geen club, het is geen groep. Het zijn allemaal mensen. En de afgelopen jaar klapten. Ze vonden het helemaal mooi. Ik krijg ook allemaal ongelooflijk aardige brieven van mensen. Hoe leuk ze het vonden en mailtjes. Maar
je krijgt niet die... Maar het komt ook, je moet naar binnen en je moet langs pijlen en je moet je handen wassen en je mag daar niet aan denken. En je moet, en je zit... Ik speelde laatst in een zaal, daar zat het publiek al bijna 20 minuten. En toen kwam er nog een mevrouw. Ja, iedereen zit. En toen kwam er nog een praatje houden. En als het zo direct afgelopen is, mag u niet door die deur. U mag wel door die deur. Nou goed, al die regels, dat je hebt er al bijna geen zin meer in. Ja. Als publiek ook niet. Nee, ja, het is voor de komiek... is het ingewikkeld, maar het is voor het publiek ook ingewikkeld. Dus ik probeer aan het begin steeds dat ijs een beetje te breken. Dat we, ja, dat we nou eenmaal in deze ellende zitten. En dan wordt het meestal wel weer gezellig. Maar ja, het is anders. Ja. Ja. En wat is het kleinste publiek waar jij of jullie ooit voor hebben gestaan? Want je zei, ja, we speelden denk, als er meer mensen in de zaal waren. Ik denk echt 6 of 7 in Pepijn of in een van die kleine zalen. Vroeger had je nog Theater de Teerstoof. Dat was in Schiedam. Ja. Je had allemaal van die kleine theatertjes. Ja, waar ik ook wel weer hele goede herinnering. Maar nogmaals, ik vergelijk het altijd met mijn studententijd. En ik ben later ook heel vaak bij... Ik heb Hans Steeuwen nog niet uitverkocht in Klein Bellevue gezien. Maar wel dat ik meteen wist, toen ik die gozer op zag komen... en hij begon te praten, wist ik dat hij binnen een jaar... weet je wel, je ziet meteen of iets heel goed is. En dat, ik vind het... Ik heb bij Herman Vinkers ben ik volgens mij met 7 man in Pepijn. En Herman is bij mij geweest en waren er 5. Ja, maar ja, het is een... Ja, je moet een beetje in jezelf geloven die eerste jaren. Ja, nou, ik las het interview met jou afgelopen weekend in de Volkskrant... Waar je op een gegeven moment ook zegt... Ik vond het eigenlijk het leukst tussen... uit mijn hoofd mijn 20ste en mijn 35ste jaren... van een beetje aankloten en op nou, deur het leven botten. Zelf, ja. Het leven zelf, oh, okay. Ja, het leven zelf, dat je... Ja, dat domme land ervan te... al je vrienden studeren. Je weet ik veel, je rookte en je dronk. En je, ja, een deel moest werken, een deel niet. Dat was natuurlijk, ja, en later op mijn 35ste werd ik vader. Ook geen kwaad woord erover. Maar toen werd het, ja, het werd ook... mijn cabaret werd een heus cabaret. Nog steeds, met evenveel plezier gespeeld. Alleen als je terugkijkt, daar heb ik het vanavond ook over. Dat is dat je de jaren in het café... dat je maar wat uit je nek staat te lullen, man. En dat je gewoon... Dat vertel ik ook dat ik mijn vrouw ooit versierd heb... dat ik zei dat ik de neef van Johan Cruijff was. Maar dan maak je de rest in de kroeg stond ook te liegen. En later zei ik ook tegen mijn vrouw... je gelooft hier mensen? Zei ze, nee, maar ik vond het wel leuk verzonnen. Het is natuurlijk... het leuke van de kroeg... het gaat even over de cafés die nu dicht zijn... dat je dat eigenlijk het meeste mist. Dat alle mensen die weten wat de zin van het leven is... ik weet het niet. Die zeggen altijd ja, dit of dat of zus of zo. En ik vertel nu in de oudejaarsconferentie... dat nu de onzin dicht is... het voetbalstadion, het theater, de kroeg... nou is het leven bijna zinloos aan het worden. Ja, er is geen reet meer aan. Het is alle zinloze dingen maken het leven leuk. Vind ik. Ja, nee, ja. Eens... Terug te denken aan de tijd dat ik zelf nog dronk en stond daar hoeren in de kroeg. Ja, dat was inderdaad. Ja, joh, is toch heerlijk een beetje. En met verkeerde mensen mee en verkeerde discussies en een keer ruzie. En ik vind het ook alleen maar leuk. Dus ze doet het nu op Twitter. Maar ja, het is wel. Ja, ik heb een zware caféverleden achter de rug. En de laatste jaren is het wel anders. Men zit ook in de kroeg niet meer op deze wat oudere man te wachten. Maar ik ga ook vaker gewoon up naar huis. Maar ja, ik heb wel een stevig leven geleid. Ja. 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 Is dat ook wel eens misgegaan na een show? Nou. Dat je niet in je hotel belandt, maar... En dan bedoel ik niet eens per se bij een vrouw noodzakelijk... maar gewoon ergens dat je denkt, oh, dit is echt helemaal... Nou, ik heb wel in diverse plaatsen... dat ik 's ochtends om 6 uur zittend op zakken mail... met de bakker heb zitten ouwehoeren. En dat ik later dacht, wat deed ik daar dan? Ik liep naar mijn hotel, ik kwam langs een bakkerij. Ik liep daar naar binnen, ik zei, heb je een krentenbolletje? Ja, ben jij Joep? Ja. En dan zei ik, hoe is het nou een bakker te zijn? En toen zat ik zo tot 8 uur met die bakker te praten. En toen kwam zijn vrouw om brood te verkopen. En die vrouw zei, ik zag jou vorige week nog op televisie. Ik zei, ja, nou, dat is wel gezellig.
En die zag ook dat ik redelijk lammig was. Maar dat is allemaal wel... Ja, maar dat hoort wel een beetje bij mijn leven. Zo zat mijn leven ook in elkaar toen ik onbekend was. En dat hoorde wel... En dat is wel jammer, naarmate ik bekender werd... dat deel een beetje eraf is. Dat je mensen niet meer... Ja, als je onbekend bent, dan heb je meer avonturen. Wij hebben een tijdje een huis in Italië gehad. Omdat ik daar veel anoniemer kon leven in Rome. En dat was vlakbij Rome. Mm-hmm. Hebben we op een gegeven moment ook weer verkocht. Maar daar hadden we met de kinderen waren klein. En die zeiden wel eens een keer tegen mij, of tegen Debbie, tegen mijn vrouw. Papa is in Italië veel leuker dan in Amsterdam. En dat was niet bewust. Maar als wij in Amsterdam in een restaurant binnenkwamen... En om een voorbeeld te geven, als ik met kleine kinderen bij ons thuis aan tafel zit, dan hang ik altijd een lepel aan mijn neus. Dat kan ik heel makkelijk. En dan doe ik een wedstrijd wie het eerst dat ook kan. Dat doe ik. Ja. Maar als ik dat in een restaurant in Amsterdam doe, toen zei een keer een meneer tegen me: we hebben u wel gezien hoor. Dat ik, oh ja. Oh ja, iedereen kijkt naar de tafel waar Joep van Teck zit en die hangt de lepel aan. Maar ik ging gewoon een lepel aan, niet voor hem, lul, maar voor die kinderen. Ja. En toen merkte ik dat ik in Italië, in kleine restaurantjes, ging ik ook een lepel aan mijn neus. En er kwam even later de ober, die kwam met de pizza, die had ook een lepel aan zijn neus hangen. Want die vond mij wel een raar mannetje, begrijp je? Ja. En dat het werd vele leukere avonden, leukere... Ja, ja, ja. En wat dat betreft ben ik wel vaak met veel plezier in het buitenland geweest, waar niemand wist wie ik was. Denk je dat misschien ook het verschil is tussen nu 30 man in stelletjes verspreid door een grote zaal, die elkaar allemaal wel zien en bewust zijn dat ze er zitten? Net als dat je misschien bewuster van jezelf bent als je in een restaurant zit. Ze mogen niet bij elkaar zitten. Mm-hmm. Dat maakt het zo ingewikkeld. Die mensen, wat is voor het publiek nu vanavond net zo ingewikkeld als voor mij? Die mensen gaan ook niet tuttig bij elkaar zitten. Die zouden het liefst ook gewoon met z'n dertigen zo hier zitten en zou ik ze zo toespreken. Ja. Nou, hier mogen er nu in deze kleedkamer mogen er maar 3 in. Ja. Dat maakt het een beetje raar, ja. Ja. Ik denk dat ik het antwoord kan raden, maar heb jij ooit bedrijfsoptredens en zo gedaan? En dat soort in het begin wel. In het begin heb ik dat wel eens een paar keer gedaan. Maar toen ook al heel weinig. Heel weinig. En er kwam er een aanvraag. Ik had natuurlijk ook helemaal. Ik had gewoon ik moest een kamertje huren. En ik heb nog laatst een oude agenda gevonden. Er stond er Purmerend, vraagteken. Nog een keer Purmerend, vraagteken. En zag ik later, ging niet door. Weet je, je had altijd een paar voorstellingen en dit en dat. En nu heb ik gewoon een leven als columnist en een leven als cabaretier. 4-5 avonden in de week met dat hele circus. Hekwerk en alles. En ja. Ook alleen maar hartstikke leuk hoor. Geen kwaad woord erover. Maar... toen deed ik ook nog wel eens dat een bedrijf vroeg, wil je maar weinig hoor. Ja. Ja. Weet je nog hoe die ging of is dat? Nee, volgens mij niet. Ja, ging wel goed. Ik wist altijd wel, als je de directeur even aanpakt, als je de naam van de directeur wist en daar 3 goede grappen over maakte, dan, dan ben je al heel end. Ja. Je noemde net ook bijvoorbeeld de Teerschoof of Pepijn of... je hebt veel opgenomen in Groningen of Carré of Kleine Comedie. Dat zijn volgens mij theaters waar je graag kwam en komt. Ja. Zijn er ook theaters of gebieden waarvan je denkt, nou, als ik deze tour over kan slaan... Nee. Nee? Nee. Nee. Ik heb een in de loop van mijn leven heb ik een publiek opgebouwd. Dat is gewoon gekomen. En dat is heel duidelijk in mijn geval, of je vindt Joep van Teck een ongelofelijke eikel, en dat zijn er heel veel, of je vindt hem hartstikke leuk. En dus de mensen die bij mij komen in Limburg of in Zeeland of in Groningen, dat zijn fans. En dat zijn mensen die ook mijn boekjes kopen en die ook mijn column lezen. En die ook. Dus ik heb eigenlijk altijd wel leuke avonden. En ik denk dat het vroeger bij de oude generatie nog ver voor me, dat Emmen was anders dan... Maar tegenwoordig, iedereen kijkt de wereld draait door, wat er nu niet meer is. Of iedereen kijkt naar Lubach. Iedereen kijkt naar de... Er is een totale soort wereldbevolking in Nederland ontstaan. We hangen niet meer aan de streken. Maar denk je dat het alleen daaraan ligt? Of aan het feit dat jij gewoon je eigen publiek hebt? Ook, allebei. Ja. En als ik zo'n tijd in Carré sta, dan sta ik 6 weken vaak.
En dan komen ze uit het hele land. Maar dat zijn allemaal mensen die er zin in hebben. En die zijn mensen die er een hotel bij boeken. En die uit eten gaan. En die met een klein clubje gaan. En met een paar vrienden gaan. Er zijn ook weer mensen die zeggen, wij zaten in 84 al bij je in Groningen. En dit hoort nog altijd bij ons. Inmiddels zijn het altijd allemaal keurige dokters. Zo. Maar dat hoort dan nog een keer bij een avondje naar Joepie toe. En dat is ook wel leuk eigenlijk. En heb je wel eens überhaupt een slechte avond gehad in Carré? Kan dat? Nou, ik heb sowieso altijd na de voorstelling mijn eigen... ik kan heel vaak met mensen praten die allemaal zeggen hoe leuk en hoe goed het was. Ik had met deze try-outs van de voorstelling had ik laatst echt een hele slechte. Vond ik echt heel erg slecht zelf. Het ging niet goed en het lukte niet en het deed het niet. En toen dan kom ik ook chagrijnig thuis. En dan zeg ik ook tegen Debbie, ja, het ging niet. Het was niet goed. Het liep niet. En doordat ik een fout maakte, kwam Rens te laat erin. Want ik vergat een woordje. Nou weet je, en dan gaat... Nou goed, ontevreden. Maar dan spreek ik de volgende dag iemand die erbij was. Ja, die had zo'n leuke avond. Dan zeg ik niks. Dan ga ik niet zeggen, dat vind ik ook zo'n zeiker. Nou, ik was zelf niet tevreden. Dat zeg ik dan niet. Maar ik bleef zelf niet tevreden. Ik bleef zelf... Ik denk dan later, nee, wacht maar, het was niet goed. En dan moet ik mezelf herpakken. En echt, ben ik ook, ze hebben de dag erop een uur eerder in theater... om even de punten op mijn eigen i te zetten, zou ik maar zeggen. Oké, okay. Ja. Is er één show uit je hele carrière waar je nog altijd op terugkijkt... en denkt, wauw, dat was echt een hele... Nou, ik geloof dat ik toen ik echt solo begon, dat Hondenpartijs, dat was even de eerste. Ook waar ik me echt alleen in een spijkerbroek en een blouse, en ik had niks bij me. En dan stond ik te praten en dat liep heel erg goed. En was de eerste keer dat ik durfde en dat het ging. En toen kwam de Oudejaars, dat was met Buckler en Hup en Fuck You en dat. En toen heb ik daarna eigenlijk een soort... eigenlijk gedaan wat men van mij verwachtte. Alles of nooit gemaakt. Dat vond iedereen fantastisch. Want dan stond ik ook weer flikker op, man, donder op en zo. En toen heb ik meteen daarna... heb ik ergens in de verte gemaakt. En dat ging over het verliezen van een vriend. En daar zaten ook nog wel heel veel grappen in. Maar toen heb ik heel bewust een soort gas teruggenomen... En toen kwam er ook daarna een reactie van veel mensen. Nou, je bent niet meer zo als vorige keer. Dat had ik heel goed. Want ik had op een gegeven moment een soort publiek opgebouwd... waar ik zelf niet blij mee was. Dat, om een voorbeeld daarvan te geven. Ik speelde een paar weken in Antwerpen. En in Nederland waren alle kaarten op. En toen hadden heel veel mensen uit Brabant... hadden kaarten in Antwerpen gekocht. Ook ja. Allemaal goed. Maar toen ontstond er op een zaterdagavond zo'n sfeer... van dat er eigenlijk 80% Nederlanders in die zaal zaten. En toen hoorde ik opeens heel raar lawaai in de zaal. En toen zei ik, volgens mij was Simon er al. Ik zei, Simon, ga kijken, wat is er? En die keek. En toen bleek dat op het balkon hadden de Nederlanders de Weef ingezet. Ja, want die waren dus... En toen werd ik daar eigenlijk zo verdrietig van. Ik heb daar ook wel wat mee gedaan die avond. Dat ik vond dat... En toen dacht ik, ik moet een deel van mijn publiek kwijtraken. Ik moet een deel kwijtraken dat ik eigenlijk niet wil. Ik wil niet de... Die wil ik niet meer. Ja. En studenten. Ik wil wel studenten, maar ik wil een... Andere groep. Ja, ze moeten komen omdat ze jou leuk vinden... en niet omdat het een groep zijn. Ja, is. En mijn repertoire moest een beetje minder... En dat volgens mij is dat toen wel... halverwege de jaren 90 is dat redelijk gelukt, ja. Top. Oké. Dankjewel. Graag gedaan.